Hey, welkom bij een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik je meenemen over een quick fix in de kruidengeneeskunde. Iets wat ik ontzettend veel tegenkom en wat ik een beetje voel als een missie om daar een ander perspectief op te brengen. Ik kreeg de inspiratie voor deze podcast zijn meerdere dingen. Ik kreeg van Irene van Kruidentaal de vraag of ik hier een artikel over wil schrijven voor haar magazine. Dus dat ga ik doen. En ik kreeg van de week via Instagram had ik een vraagsticker. Of voor mij van de week, deze podcast komt wat later online. Ik had een vraagsticker en ik had een vraag daarin gezet van wat zou je willen leren? Of waar zou je meer verdieping in willen in je kruidengeneeskunde practice, zeg maar. En een van de antwoorden was van iemand om te leren hoe ik bijvoorbeeld hoestdrank die nu bij de drogist koopt kan maken met kruiden. Dat was eigenlijk de grootste inspiratie voor deze podcast. Omdat ik dat begrijp. Hè, dat je graag een alternatief wil voor dat wat je bij de drogist of bij de apotheek of van de huisarts krijgt, zoekt. En dat je daar een alternatief voor wilt en dat wil maken, ook zelf. Er zit nog een extra laag in. En enerzijds dat je dat kan kopen, dat je dat weet. Maar anderzijds ook dat je dat zelf kan maken. En ik zie het een beetje als mijn missie om daar nog een laag dieper in te gaan. En niet zozeer, als ik deze vraag over de hoestdrank eventjes als voorbeeld neem. Het is een hele mooie vraag. Heel mooi voorbeeld ook. Want je kan zorgen dat je die hoestdrank met kruiden maakt. Dat kan heel makkelijk. Tijm en vlier, lindenbloesem kun je daarvoor gebruiken. Je kan even googlen en dan vind je echt wel ergens een drankje wat je kan maken. Of een oxymel of van allerlei dingen die je daarvoor kan maken. Gewoon een kruidenthee helpt ook. Als je gewoon tijmthee drinkt, helpt dat ook. Maar, nu komt de maar, dat lost het probleem niet op. Dat lost voor even de hoest op. Als het goed is, lang niet altijd. Maar dat kan. Maar wat ik veel interessanter vind en veel belangrijker vind, is waar komt de hoest vandaan? En wat wil de hoest je vertellen? En ik neem dit nu even als voorbeeld, want als je hoest, dan vraagt er iets in jou om aandacht. Klinkt al misschien een beetje gek, een beetje abstract. Maar iets in jou maakt geluid en dat wil aandacht. En als het hoesten is, zit het in je luchtwegen. Dus gaat het vaak over ruimte innemen of benauwdheid, verstikking. Er kunnen heel veel dingen zijn. Er kunnen ook heel veel triggers zijn waardoor dat gebeurt. En heel vaak denk ik, ach, gewoon een verkoudheidje. Sessa, ik moet even wat innemen en dan is het zo over. En dat kan, maar je heelt het pas echt op het moment dat je de oorzaak weet. Gisteren was ik naar de kapper geweest en de kapster was een beetje verkouden, aan het snotteren en aan het doen. En ik kwam thuis en ik was niet lekker. Ik voelde me een beetje koortsig. Ik was vol. Ik was ook even op kantoor geweest om nog te werken, want mijn internet thuis is niet altijd even goed. Ik moest echt even wat dingen uploaden. Dus ik was daarvoor even naar kantoor geweest. En ik dacht, waar ligt het nou aan? Want ik voelde me vanochtend echt top en de dagen daarvoor ook. En toen ben ik nagegaan van, wat is er gebeurd? En toen kwam er een beeld in me op over de kapster die verkouden was. En nou ben ik nooit bang voor dat ik aangestoken word en dat soort dingen. Want ik kan aangestoken worden. Daar had ik nu ook het inzicht op. Alleen, je kan alleen aangestoken worden als het ook met jouw trillingsveld resoneert. En dat gebeurde. Ik dacht, ik ben hier gewoon griepig of ik heb iets overgenomen. Gebeurt allemaal onbewust. Zij doet dat niet expres. Ik neem dat niet expres op. Dus ik heb dat energetisch uitgewisseld. En ik heb vlierthee even gedronken. Want mijn lichaam moet hier even wat ondersteuning in hebben om dat uit te drukken. En
met een uur voelde ik me weer goed, zoals ik me die ochtend ook voelde. En dit is mijn inziens waar het over gaat, over ziektes. En dit is een klein voorbeeldje. Maar ik voelde echt een griep opkomen, een beginnende griep. En dat had door kunnen zetten als ik daarin was gezakt. Als ik dacht, oh jee, ik ga koorts krijgen, ik ga griep krijgen. Nou, en dat ik met onder een deken en een kruik op de bank was gaan liggen en dan een beetje grieperig was gaan doen. Dan had ik alle ruimte aan die griep gegeven om zich te kunnen manifesteren in mijn lichaam. Maar doordat ik, en dit is ook mijn leerproces van dit jaar geweest, ik vertel het nu vrij makkelijk, maar dit is echt mijn leerproces geweest om heel goed te voelen, hé, maar is dit wel daadwerkelijk van mij? En dat was niet zo. Maar het kon wel aanhaken. En voor mij zat dus het leermoment erin dat ik me hier dus alert op werd en het weer kon uitwisselen, waardoor ik weer beter werd. Maar dit is waarom we over het algemeen ziek worden. En dat zijn griepjes, hè. Als het ernstigere ziektes zijn, dan zit het wat gecompliceerder. Maar de basis is wel hetzelfde, maar dan zit het veel gecompliceerder en veel dieper in je lichaam. Doordat ik op een bepaald stuk trilde met deze bacterieresonantie, laat ik het maar even zo noemen, kon het bij me aanhaken. En dan zet ik wel degelijk kruiden in om dat uit te drukken en te ondersteunen en ervan te leren. Maar als ik aan de slag zou gaan met hoestdrankjes en dingetjes en om maar niet ziek te worden, om het maar weg te drukken, dan gebeurt dit een volgende keer weer. En die keer erop weer. En dan hoeft het niet bij de kapper te zijn, dan kan het bij de supermarkt zijn. Of dat in de trein. Of weet ik, nou, ik zit nooit meer in de trein, maar weet ik veel wat waar. En de leermoment voor mij, leermoment voor mij in dit geval, was dat ik me heel bewust werd van de uitwisseling van energie. En dat ik dus iets had opgepikt. En wat ik er vervolgens mee doe. En dit is in de basis hoe het met heling gaat. Je lichaam drukt iets uit. En wat we over het algemeen willen doen, en dit kun je ook prima met kruiden doen, is het onderdrukken. Is het dat het er niet mag zijn, dat het zo snel mogelijk over moet zijn. Maar dan zeg je tegen je lichaam dat het er niet mag zijn. En pijn loslaten, of angsten loslaten, of ziekte loslaten, of heling brengen, dat heeft tijd nodig. En daarmee, wat het lichaam doet, is uitdrukken. Dus van binnen naar buiten het uitdrukken. En dat uitdrukken, dat ervaren wij als ziek zijn. Dat zijn klachten. Dat is hoesten, dat kan buikgriep zijn, dat kunnen van allerlei klachten zijn. En op het moment dat we het weer indrukken, dan druk je het letterlijk in je lichaam. En dan gaat het op via een andere weg naar buiten. Ja, als je met een verkoudheid door blijft lopen, het verwaarloost, geen rust neemt, geen tijd voor jezelf, ongezond blijft eten, laat naar bed, slechte nachtrust. En dan zegt, ja, ik kan niet slapen omdat ik verkouden ben. Er zijn mensen, ik chargeer het nu ook een beetje, hè, het is niet, voel je niet aangevallen. En als je aangevallen voelt, dan heb ik waarschijnlijk een gevoelige snaar geraakt. Maar er zijn genoeg mensen, en wellicht herken je dat ook in je omgeving, die dat doen, die maar gewoon door blijven gaan. En het maar onderdrukken met medicatie. Hè, zelfmedicatie. En niet de rust en de ruimte neemt, een paar dagen, een week, voor mijn part, om helemaal te herstellen. Maar door blijven gaan. Dan kan het over gaan slaan in een keelontsteking, in een longontsteking, in een buiholteontsteking, in een oorontsteking. En dan ben je veel verder van huis. Of dat je veel zieker wordt, omdat je lichaam dan echt aan de bel gaat trekken. En dat je koorts krijgt, zodat je ook echt in bed moet gaan liggen en helemaal niks meer kan. Dat zijn allemaal tekenen dat je ver over je grenzen bent gegaan. Niet naar je lichaam hebt geluisterd. En dat je lichaam ingrijpt om je even tot stilstand te brengen. En het is belangrijk om het niet zo ver te laten komen.
Los van het feit dat een griep helemaal niet verkeerd is. Eén keer per jaar een griep hebben is ook een opschoning van het lichaam. Is een detox voor het lichaam. Om even die temperatuur omhoog te hebben. En alles, alle bacteriën en virussen die erin zitten. En daar hoef je niet eens last van te hebben, maar die eruit te halen. Dus op zich, griep is helemaal niet verkeerd. Het gaat erom, hoe ga je ermee om? En daar ook in, hoe ondersteun je jezelf? Neem je de tijd en de rust voor jezelf? Ik weet nog, toen ik in loondienst zat, ging ik echt pas weer werken op het moment dat ik gewoon normaal kon stofzuigen in huis en mijn boodschappen kon doen. Want toen wist ik, oké, dan kan ik ook gewoon weer mijn werk aan. Want daarvoor deed ik dat ook heel vaak niet. En dan was ik vaak heel lang bezig om er weer bovenop te komen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga gewoon echt veel beter voor mezelf zorgen. En dat was na mijn eerste burn-out. Ja, Fiverr burn-out was dat. Toen was ik begin 20, dus was ik nog best wel jong. Toen ben ik daarna dus echt gaan veel beter voor mezelf gaan zorgen. Heeft de tweede burn-out niet toen voorkomen. Maar dat had een ander doel, dat ik dit pad op ging. Maar dat is waar het over gaat. Kruidengeneeskunde is geen quick fix. Een holistische manier van leven, want het gaat veel verder dan kruidengeneeskunde, is geen quick fix. Daar kun je niet mee onderdrukken. Daar kun je prima mee onderdrukken, maar dan ben je niet anders bezig dan dat je reguliere medicatie gebruikt. Behalve dat het een natuurlijke medicatie is. Maar je bent nog steeds dingen aan het onderdrukken. Je bent pas op een holistische wijze bezig door er echt naar te kijken. En dat is niet zomaar iets wat je even leert, want dat leren we helemaal niet. We leren het onderdrukken ervan. Dus dat leren kennen, dat is een hele reis. En daarmee omgaan en die dingen in jezelf aankijken, dat is een hele reis. Dat is, ik bedoel, dat heb ik ook niet in een maandje geleerd. Daar heb ik ook jaren over gedaan. En dat leer ik nog steeds. Hè. Ik noem net een voorbeeld, dat was voor mij gisteren gebeurd. En dat zijn leermomenten. En het is tegelijkertijd ook dat dit gebeurt, is het ook een signaal. Oh ja, mijn weerstand is gewoon laag op dit moment. En dat weet ik, want ik kom uit een intense tijd. Daar zit ik eigenlijk nog steeds in. Wat heel veel van mijn lichaam heeft gevraagd. En waar ik ontzettend trots op ben dat mijn lichaam gewoon, dat ik er gewoon nog steeds sta. Alleen is het wel belangrijk dat ik heel goed voor mijn lichaam zorg om om er ook te kunnen staan. Ik heb echt alle zeilen moeten bijzetten. Dus mijn weerstand is wiepelig op dit moment. En dus betekent ook dat ik daarin goed voor mezelf moet zorgen. Dus goed moet slapen. Of goed moet slapen. Gewoon op tijd naar bed gaan. En ik slaap over het algemeen goed. Maar zorgen dat ik op tijd naar bed ga. Weinig prikkels in de avond. Gezond eten. Uiteraard, veel drinken, nou, al dat soort dingen. Kruiden innemen, ik neem ook op wat supplementen op het moment om mezelf er echt even in te ondersteunen. Dus dat is ook een stukje verantwoordelijkheid wat je neemt, of wat ik neem in dit geval. Maar wat er ook bij hoort om te doen. Maar het helingsproces, wil je echt helen? Dat doe je door verder te kijken dan waar kan ik welk kruid voor inzetten. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dat is ook mijn missie. Om daarin een ander bewustzijnsstukje aan te reiken eigenlijk. Om daar een laag dieper te gaan. En het begint natuurlijk bij, als je net op dit pad begint, van hey, hoe kan ik dingen anders doen? En dat is helemaal oké, want zo ben ik ook ooit begonnen. En iedereen begint zo. Want dat is gewoon, dat hoort bij het bewustzijn. En de volgende stap daarin is, ik ben nu eigenlijk nog steeds aan het onderdrukken. Hoe kan ik dat anders doen? En dan begint het persoonlijke stuk. Dat je naar je persoonlijke stukken kan gaan kijken. Naar je persoonlijke reis. Naar je persoonlijke thema's. Naar wat je hier komt doen op deze prachtige planeet. En dan komt ook een stukje zingeving in je leven.
En hoe je jezelf daarin kan helen. Want alle klachten hangen daarmee samen dat het gaat over het leven van je zielenpad. Of het eigenlijk het niet leven van je zielenpad. Waar je lichaam dat laat zien. En klachten drukken dingen uit. Het is een helingsproces. De klachten die wij ervaren is het helingsproces van ons lichaam. En dat moeten we eigenlijk weliswaar in wat ondersteuning, maar moeten we het lichaam haar gang laten gaan of zijn gang laten gaan. In plaats van het allemaal te willen fixen. En hè, het ligt eraan wat voor een klacht het is wat er naar buiten komt. Of het wel of niet wat beter gemonitord en ondersteund moet worden. Daar zijn heel veel gradaties in natuurlijk. Maar het lichaam heeft een zelfhelend vermogen. Een zelfgenezend vermogen. En dat is zo belangrijk om dat de ruimte te geven. En het niet allemaal te willen fixen of onderdrukken. Of met alle beste bedoelingen die er zijn te ondersteunen. Maar waardoor je eigenlijk het lichaam niet de ruimte geeft om het zelf te doen. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Om de ruimte aan te geven aan je lichaam. Ja. Dus dit over een quick fix. Ik zal er nog wel vaker dingen over delen. In kruidentaal komt dus ook in het voorjaarsnummer is dat. Komt een artikel erover. Online wou ik zeggen. Nee, het komt niet online. Het komt gewoon in het magazine. Die je wel als pdf kan aanvragen. Maar als digitaal nummer kan aanvragen. Maar komt ook gewoon gedrukt. Ja, en 29 januari, ik moest even nadenken. 29 januari start mijn nieuwe ronde, of de nieuwe ronde van het Holistic Herbalism jaartraject. En in dit jaartraject ga ik je dit ook allemaal leren. Hier ga ik je in meenemen hoe je anders kan kijken naar dingen. En echt hoe je die brug kan maken. Op wat voor manier je je kruiden ook inzet voor jezelf. Dat je echt leert van vanuit een breder perspectief naar je eigen lichaam te kijken, naar de planeet te kijken, naar je omgeving te kijken, maar ook naar de kruiden te kijken en hoe je dat kan inzetten. Het Holistic Herbalism jaartraject is daar echt op ingericht dat je je eigen pad leert bewandelen in met wat voor een ingang dan ook. En dus ook deze ingang van oké, hoe kun je jezelf met gewoon een keuken, EHBO, gewoon een huisapotheek, zeg maar. Een natuurlijke EHBO. Hoe kan je jezelf ondersteunen, maar daar ook op een andere manier naar kijken? Want dan, je kan hele standaard kruiden in huis hebben, maar het zou ook maar zo kunnen zijn, en dat is over het algemeen zo, dat je op hele andere kruiden uitkomt per keer dat je verkouden bent. Omdat er elke keer een ander stukje uitgedrukt wordt, om jezelf daarin te helen. Dus als je vocabulaire, maar dat is meer je kruiden waarneming anders wordt, want het gaat niet zozeer over kennis, maar het gaat over de waarneming. Als die anders wordt en de waarneming op jezelf, dan kun je hele andere kruiden inzetten. Voor jezelf, maar eventueel ook voor de mensen om je heen. Maar het gaat voornamelijk over jezelf en dat je daarin anders leert kijken en anders leert ervaren en anders leert voelen in de interactie met de kruiden en je lichaam. Ik voel als ik, dat maakt niet uit wat voor een klacht, maar zoals gisteren voelde ik, oh ja, vlier die roept. En vlier is een van mijn kruiden die ik altijd in huis heb. Het is nu bijna op, dus die moet ik wel eventjes weer aanschaffen. Maar die ik altijd in huis heb, omdat als ik wat grieperig word, dan weet ik dat vlier er is om het te ondersteunen. En dan neem ik thee en ik activeer het kruid in mijn systeem, in mijn energetisch veld, maar eigenlijk gaat dat helemaal tot in mijn botten, in mijn cellen, zet ik vlier neer en dan werkt het energetisch en dat werkt weer op een hele andere manier als dat je een tinctuur of een bloesem of een thee of wat dan ook ervan gebruikt.
omdat je daarin, omdat de plant in het energetische stuk ik ben even aan het voelen wat het precies doet om die vertaling te maken. Ik word als het ware de plant, waardoor alles wat er tussen mij en de plant staat, uit wordt gedrukt. En dat is in dit geval dus die grieperigheid. Of in dit, het was het uitzicht in grieperigheid, maar dat was een bepaalde energetische uitwisseling die ik had overgenomen. En dat wordt dan uitgedrukt. En dat is zo'n mooie combinatie om dat fysiek in te nemen, in mijn geval in thee. Maar ook om dat energetisch te doen. En nou ja, wat ik zei, ik was er zo doorheen. En voel nu wel, nu ik ben een aantal podcasts aan het opnemen nu vandaag. En ik, oh ja, mijn energie is wel echt wat lager. Dus ik ga na deze podcast ook stoppen met podcast opnemen. En even gewoon voor mezelf zijn en tijd voor mezelf. Dus dat is het ook. Dus dat is ook luisteren naar mezelf. Want ik barst van de inspiratie op het moment. Dus ik kan ook nog even doorgaan. Maar dan weet ik dat ik er vanavond af lig. En waarschijnlijk wat koortsig ben, want dat is meestal als ik over mijn grenzen heen ga, dan heb ik zo'n koortsig gevoel. Heb ik niet per se koorts, maar dan heb ik zo'n koortsig gevoel. En dan push ik mezelf dus over een grens. Nou heb ik vanavond nog een etentje, dus ik ga sowieso nu stoppen na deze podcast. En dan echt even de rust nemen, nog een paar uur. En dat is zelfzorg. Ja, en ik kan ook echt wel eens over mijn grenzen heen gaan. Maar dan heb ik daarin ook het contact met mijn lichaam. Oké, nu is dit gewoon echt even nodig. Bijvoorbeeld als ik een lesdag zou hebben. Ja, kan ik niet zeggen tegen de student. Oké, ik ga even liggen. Jullie zoeken het zelf wel even uit. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Dus dan parkeer ik mijn eigen gevoel. Maar wel met de afspraak. Ik kom daar vanavond op terug. En dan ga ik vanavond ermee aan de slag. Die avond. Of als ik weet, ik ben dat het weekend daarna vrij, maar ik geef meestal vrijdag les. Dus als ik het weekend daarna vrij ben, dan zeg ik, oké, morgen kom ik erop terug. Vanavond en morgen heb ik alle tijd en aandacht voor jouw lichaam. Dus dan kom ik erop terug. En dat is een stukje discipline. Daar heb ik het in een van de vorige podcasts ook over gehad. Om dat te doen. En niet om het weg te willen drukken. Maar om maar de tijd en de aandacht en de ruimte aan te geven. Ik kan prima, kan ik tegen mijn lichaam zeggen, oké, nu moet ik er gewoon even staan. Maar ik kom er straks op terug. En dat is helemaal oké. Mits je dat doet. En ook niet daarin over je grenzen gaat. Weet je, ik moet dat niet doen als ik al 's ochtends hartstikke beroerd wakker word. Ja, dan moet ik dat niet doen. Dan moet ik me gewoon ziek melden. He, dus daar zit ook weer een bepaalde verantwoordelijkheid in. Dat je ook daarin niet over je grenzen heen gaat. En denkt, oh ja, maar nu komt het niet zo goed uit. Dus ik parkeer het en dan kom ik er later op terug. Dan ga je natuurlijk ook over je grenzen heen. Dus daarin is dat wel goed om een afweging te maken. Nu in dit geval met deze podcast voelde ik me vanochtend top. En nu merk ik, wellicht ook omdat ik het over dit stuk heb, dat het weer eventjes wat getriggerd wordt. Dus daar ga ik even over zitten en ik neem even rust. En dan voel ik me daarna, als het goed is, weer kiplekker. Maar zo werkt de afstemming op jezelf. En zo zet ik dus ook kruiden in. Ik drink nu ook kruidenthee. Maar ik ga zo meteen gewoon even rustig zitten. Oké, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? En dat komt gelijk op. En dan geef ik dat mezelf. En dat zijn vaak hele basale dingen hoor. Dus door even rust. En rust kan voor mij ook echt even een serietje kijken zijn. Omdat dan mijn hoofd ook echt uit is. Misschien dat ik dat zo meteen wel even lekker ga doen trouwens. Maar even op de bank liggen, even met mijn katten koelen, eten. Het is 1:30, ik moet ook eten. En genoeg drinken. Dus het zijn vaak hele basale dingen. Of even een boek lezen, of even wandelen. Als het nu regent het, maar als het gewoon droog is, dat ik even ga wandelen. Het zijn allemaal dingen waar ik dan van oplaad. En wat ik dan doe, en dat doe ik dan dus ook. Het is niet dat ik denk, oh ja, maar ik moet ook nog heel veel in huis doen. Laat ik dat dan maar gaan doen, want dan ben ik alsnog bezig. Dus zoiets, ja. Dus die quick fix. En ja, weet je, het vraagt wel echt een
andere kijk op jezelf en ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, voor jezelf, voor je gezondheid. En ja, dat je niet meer kan zeggen, ja, die en die heeft me aangestoken. Nee, ja, ze hebben je kunnen aansteken omdat je er ontvankelijk voor was. Als je daar niet ontvankelijk voor bent, zal je er ook geen last van hebben. En dan kan je lichaam het gewoon prima aan en heel makkelijk uitscheiden weer, zonder dat je daar last van hebt, in de zin van dat je klachten krijgt. Dus daarin ben je altijd zelf verantwoordelijk. Helaas. Niet helaas natuurlijk, maar soms is dat wel echt helaas. Soms is het natuurlijk wel heel fijn om te zeggen dat het ergens door komt en dat je zelf niet schuldig bent en wel. Maar uiteindelijk zijn we het allemaal zelf. Ben je alles in de buitenwereld, ben je ook zelf. Ja, en dan moet je toch weer, dan kom je toch weer op die eigen verantwoordelijkheid uit. En uiteindelijk helen we onszelf hiermee en gaan we helemaal terug weer naar de eenheid in onszelf. Dus dat. Nou, dit leer ik je dus allemaal in het Holistic Herbalism jaartraject. De deuren zijn open, je kan je aanmelden. 29 januari starten we, dan sluit ik ook het programma. Dus het is echt ook een sluitingsdatum. Want we doen dit echt met een groep samen. Ik heb een online versie en een versie met live dagen. Dus als je niet in de buurt van Nederland woont, of als je heel ver bij Soest vandaan woont, kan je ook de online versie doen. Ik kreeg daar bij de vorige ronde veel vragen over, dus dat heb ik nu gedaan. Ook voor mensen die aan de andere kant van de wereld wonen en graag mee willen doen. Ja, dan is het wat lastig om 4 keer naar Amersfoort of naar Soest te rijden. Dus dan kun je ook een online versie doen. Dan heb je niet de live dagen. Maar wel alle online modules, de online bijeenkomsten en al dat soort dingen. Maar in de live dagen gaan we echt nog meer de diepte in. En kan ik je ook echt in de ervaring brengen hierin. En hoef je dat niet allemaal uit jezelf te halen. Maar kan ik je erin brengen? Of doen we dat eigenlijk met elkaar, met de groep? Alle data's vind je op de website en de website link vind je in de show notes. Daar kan je je ook aanmelden. Tot 29 januari. Of tot en met 29 januari. En daarna sluit ik dus weer de deuren. Ze zullen dit jaar wel weer opnieuw open gaan hoor. Maar voor nu sluiten ze. En ja. Dat was het eigenlijk. Heb je vragen, dan kun je me natuurlijk gewoon mailen. Ik wens je een hele fijne dag en tot in een volgende podcast. En dankjewel voor het luisteren.